Oh, dit wordt spannend, man. Fucking hell. Gaan we, jongens? Hou elkaar heel. Yes. Let's go. Ja, zie je? Oh, kut. Nee, ik heb stop. Ik heb echt kut. Oh, ik zit er echt middenin. Succes met de race. Oh, daar gaat al een stuk vleugel. Gaat aardig. Ik zie dat er begint die verschrikkelijke sandwich. Oeh, dat gebeurt een ongelukje. Oh, ik kan merken dat ik meer vleugel heb dan de rest. Wat draai je voor vleugel dan? 4-8. Kijk, man. Ja, ik rijd 3-8. Ja, ik kom een wat stabielere auto. Ja, begrijp ik ook wel. Ja, ik reed bij de vorige race 2-8, maar dat vond ik net wat te weinig. Oh, Alvis is wat aan het schipperen. Oh. Sorry. Oh, dat kan niet, dat kan niet. Oh, dat kan niet, jezus, dat kan niet. Wat gebeurt er hier voor mij, joh? Sorry, Alvis. Ja, ik heb 5 seconden gekregen daardoor. Meen je? Ja. Raak je hem überhaupt aan? Ik had niet eens door dat je hem aanraakt. Ik heb niks geraakt eigenlijk. Ik krijg 5 seconden. Oh, maar beter. Wow. Oh, glad. Zo. Weer glad, jezus! Oh. Ik moet zeggen, ik heb die setup genomen, Niels. Mm-hmm. Het is wel bandenmanagement dit, man. Tering! Ah, ja, softs gaan heel hard aan op deze baan. Ja, softs gaan er altijd hard aan op deze baan, dat klopt. Ja, ze voelen nu al op, joh. Oh, daar ging cheater, gek achter me weg. Ja, ik zag hem ook best wegspinnen. Ja, ik wou daar een heroïsche Ricciardo op Bottas doen daar bij Alphys, maar dat ging niet. Toen er, want Bot, ik dacht, Alphys, die remde gewoon een beetje op tijd, maar die remde ook zo laat. Toen remde ik nog later, ja. Dat kon niet. Hoe de fuck kreeg ik dat die bocht? Oh, wacht. Maar ik ben wel terug op de oude positie. Jongens, ik heb nog wel iets anders waar jullie voor kunnen doneren. Huh? Hoogste bieder. Ik heb nog wel iets anders waar jullie voor jullie kunnen doneren. Als jullie 50 euro doneren, dan tik ik Koos eraf. Hé, hey, nee.
afschieten. Oh, kut. Goed gedaan. Als Smoetje wat zegt, mag ik ook nog meer meedoen. Iedereen van midden van die binnenkant gaat, al die binnenkant wordt helemaal afgeblokt. Oh jezus man! Wie is dat? Niels, kom op man! Jeetje! Dat was ik niet, dude! Dat was Alvis man! Alvis, what the fuck? Ja, ik ging er gewoon tussen binnen door, omdat jullie allebei met in elkaar raakten. Dus ja, maakt niet uit. Ik laat u er terug voor, zodat hij nu is. Ja, u laat me voor, maar ik ben nu mijn plek kwijt. Gewoon doorrijden. Ja, ik ben ook niet gestopt, hè? Nee, ik ga je achter je. Lekker aan koelen. Tikt ik jou aan van de voorkant, toch? Ja. Ja, van het lichtjes hoor. Ja, mijn auto is naar de kliek. Vleugel eigenlijk. Bed gaan is ook kut toch? Ah, pas op. Oh, wat gebeurt er hier, joh? Wat was dat heen? Holy moly, dat er vloog toch iemand voor mijn langs? Ik kon niet meer weg. Ik zat vlak achter jullie, dus ik kon niet meer weg. Ik moest uitwaken of iedereen was eraf. Ah, bedankt dat je ons niet geraakt hebt inderdaad. Ik moest daar manoeuvre doen, anders was ik ook een bak. Ik snap het af, maar ik zag wel komisch uit van achteren. Ja, nou ja, dat is, bij mij zag het er gewoon heel angstig uit. Er vloog er iemand met 200 km per uur voor. Hij dacht eigenlijk dat hij een revanche ging nemen. Oh, toch wel even wennen met zo'n volle tank, man. Ja, hoor. Ja. En ook nog een keer met banden die super zelf slijten. Zo, mijn achterkant wel nul aan de kant. Verschrikkelijk, zeg. Ja, bij die lange doordraaien heb ik echt moeite nu, hoor. Ja, ik ook. Dat is echt niet normaal. Oh. Nee, maar je staat een defect bijna. Oh, jullie trekken weg op dat rechte stuk. Oh, ik gleed weg! Maar Koos komt ook hard op mij af, hoor. Sorry meneer, maar ik gleed weg. Geen probleem. Godverdomme! Ja, je staat stil, dus ik ga eventjes in, maar... Oh shit. Jezus, helemaal oud kwijt weg. It's a trap. Zie iedereen gewoon glijden, dat is gewoon... Ja, dat is de baan. Nou, ik had veel te veel snel tot die DRS. En daardoor weer de kou getrokken en ik probeer nog alles toe te smetten, maar het lukt gewoon niet. Ja, ik vond het al vreemd dat jullie alle drie gewoon allemaal aan de rechterkant zaten daar. Ik probeer de slipstream te breken. Ja, dat snap ik. Oh, ik heb echt niks van het vleugel, ja. Oeh, deze bocht. Ja, verschrikkelijk, hè? Ik heb gewoon niet op mijn gas gegaan. Ah, ik moet echt een beetje banden proberen te besparen, want... Helemaal deze eerste stint is dat echt verschrikkelijk. Dat was bij de vorige race ook al zo, hoor.
is echt bijna niet te doen. Kijk, ik heb ze snel binnen hier. Kapperskut, dankjewel man. Appreciate it. Sorry, ik zit in volle concentratiemodus. Heeft hij 50 euro gedoneerd? Ja, die ballen waren niks meer man. Ja, hij zei, hier heb je 100 euro als je Niels eraf rijdt. Oh, kijk aan. Wat leuk. Oeh, daar ging hij bijna. Sorry. Dat is een kleine wielspin. Ja, ik zag het toen. Dat vol op is het lok. Mijn game crashed. 13-12 of dat. Snel weer redden. Ah, pittig. Zeg je wat. Godverdomme, jongen. What the fuck was dat? Zag je dat? Ja, je haalde me bijna in. Dat was binnenkantje pitbocht! Ik dacht voorzichtig op die pit in, maar... Hey! Hey! Een safe release! Een safe release! Waarom ben ik op de softs? Dat is helemaal mijn strategy niet, what the fuck? Oh wow, ja, je hebt softs. Sukkel! What the fuck? Huh! Aan het begin van deze heb ik gewoon een soft medium medium ge... Iedereen nu even checken of hij nou... Nee... Dat meen je niet. Ja, mijn stop is gewoon goed gegaan. Ja, ze waren in paniek natuurlijk, omdat het zo'n close stop was. Ja. Heb je wel je banden geweest, want we hebben ze gewoon weer doorgedrukt. Nee, het zijn wel nieuwe banden, dat voel ik wel. Dat was je stop and go voor bij Alvest, wat er gebeurde. Oh ja, dat is waar ook natuurlijk, dat was het natuurlijk. Nou, dan zit er maar één ding op. Gas geven. Gas. Die lolly. Moet ik een hele pis op goed gaan rijden op Koos zometeen. Nou
Maar je bent nu wel echt veel sneller ook op die band, hoor. Ik ga naar binnen dan. Schot. Nee! Oh, kak. Wat gebeurt? Ja, ik ga een stukje gras zitten wat weg gaat. Gewoon joinen en dan weer kan je take sheet als goed is. Als je via spectator... Dan, dat komt die mensen niet slecht uit, denk ik. Komt die muur net het rondje later de pit uit. Ja, dat komt mij heel goed uit. Oké. Okay. Oh, fucking hell. Net een stukje gras. Nou, kom! Pas op dan. Ja, weet het. Ik zet me met Delta Coast. Ik ben wel flikker naar nu, ja. Als het handig is, dat ik er even vol paars ging rijden. Want... Oh, daar heb ik Koos ook achter me. Ja. Ik kan... Hij wil... Ja. Hij doet het niet. Kan je niet take control via spectator? Nee, het is, staat te grijs. Even moet connecten. Ja, van nu de game. Anders weet ik niet. Het zal wel zuur zijn anders. Heel zuur. Want ik was net de undercut aan het proberen. Zat je verkeerd met de timer dan? Of dat je een... Dat je ja, net 2-10, nee, nog wel eens 1-10 of zo, dat ik net helemaal. Ja, ik blijf te doen. Ik moet hem naar de pit doen. Dus. Nou, dat schiet niet op, nee. Waar kwam die safety car eigenlijk? Dat ik gas raak en afspinnen. Nou, oh, dankjewel hè. Thanks Blast. Ik heb nu een Blast of Coast gewonnen. Heb je goed gedaan Blast? Ja, graag gedaan. Teamwork. Zie, en daarom zei ik wat ik zei over Limburgers. Allemaal fout volgt jongen. Zit je erin? Zit je erin? Ja, zit er weer in. Gelukkig. Dankjewel. Je hebt wel die kut rafbuck koos bij mij. Ik hoor de hele tijd toer gemaakt als een malle. Ja, dat is weird, man. Gelukkig is dat maar de enige bug in Formule 21. Hè? De rest zijn er geen bug. Ja, precies. Ik hoop dat hij dat niet meer in zit bij de volgende. Maar ik denk dat we er 20 niveau voor terugkrijgen. Zullen we dat? 20 nieuwe voor terugkrijgen. Ja. Hangt er vanaf welke engines gebruikt hebben. Ik denk dat het gewoon dezelfde gaat zijn. Een beetje opgeven. Ik weet vrij zeker dat het dezelfde gaat zijn. Het zal wel jammer zijn. Oké, okay, nu ben ik al 7 seconden los van Koos. Dus dit tempo komt het goed. Ja, ik word opgehouden door een Limburger. Ja, goed bezig. Ah, kom dan langs hoor. Misschien niet Limburger, denk ik. Ik heb Moblin staan voor je. Again. Too soon. Leave in the track, gaining an advantage! Ah, ik moest je ruimte laten aan de binnenkant. He cut me off! Dangerous driving! Ja, dat is vooral omdat ik echt geen idee heb bij deze bocht. Dat snap ik. Dat heeft iedereen toch? Iedereen doet maar gewoon een beetje al bij die bocht, toch? Of, beetje met gas... gasrem spelen? Een beetje met het gas... Ja, daarom. Dat is toch wat je doet in die bocht. Want zo hoort het toch. En het ligt er helemaal aan of je nieuwe banden hebt, of je oude banden hebt, of je weinig fuel hebt. Dan zie ik een racing point staan die daar niet helemaal op de goede plek staat. Ik heb gewoon... Quali en alles haal je hem zo, race, geen kwijt in de bocht. Ik zou in de race ook iets voorzichtiger rijden, dat is toch een tip. Doe ook. Dat is geen idee gedaan. Ik ga
al twee rondjes ingehaald en niet gehaald. Ik wist dat ik niet goed was, maar ook een beetje overdreven. Ja, nou ja, het belangrijkste als je niet te vaak gelept hebt worden is gewoon dat je niet te vaak van de baan af moet gaan. Kijk. Liever de trek in, ik ga verder. Ja, ik zag dat het mocht. Maar zo werkt het niet, hè? Hamilton mocht het eerst wel doen en daarna Verstappen niet. Dus nu werkt het hetzelfde bij jou. Jij krijgt een penalty. Nee, ik heb nog niks gehoord van de race director. Even vragen aan de race director. Is het oké? Okay? Ja, het is oké. Okay. Oké, ja, het is oké. Okay. Ik kan je zo van alle formulieren afhalen. Ja, ben je dus? Heb je in één keer geen punten meer. Zonder server heb je niks. We kunnen zelf ook host hoor. Ja, dat zeg jij. Maar ik heb lijntjes bij Koopmeesters. Als jullie mij naaien, dan krijgen jullie ban for life. Dat riskeer ik toch maar niet. Ik ben nu wel even brandstof aan het sparen hoor, want ik ben de eerste paar rondes ja. Wel heel snel doorheen gegaan. Hij vreet brandstof deze baan, heb ik het idee. Want zelfs als ik op standard rijd, dan verlies ik nog wel eens, dan verlies ik gewoon fuel. Dive-bomb zit ook. Ah, fuck. Ja, weet het. Gegokt en verloren. Ja, op deze manier komt het goed. 10 seconden is het inmiddels al. Mensen voor me zijn toch wel uit zicht. Oh, jongen. Raakte ik ja? Ja. Ah, ik dacht dat ik genoeg ruimte had. Ah, nee. Ach. Fuck. Ja, helaas. Hou moed. Ja, het gebeurt. Niels is de grote winnaar. Ja, dat meen je niet. Maar ik voelde ook niks in mijn stiel dat je raakte, Koos. Nee, dat is een bug tegenwoordig. Ah, nee. Heb je schade? Nee, dat niet. Ja, sorry man, ik dacht echt dat ik hier genoeg plaats liep. Ja, geeft niet. Ik neem aan dat je hem gewoon teruggeeft, toch? Ja, maar ik zit aan Alfa sla ik ook even langs. Ja, dat moest ik ook. Oh nee, wat kut. Nou, volgens mij heb ik geen damage. Yo, thanks aan. Ik heb zo'n letters dat een man is een beetje moeilijk. Ik zie er nog gelukkig op weg. Ja. Echt, mijn geweldige start er niet gedaan door een fucking safety car van een Limburger en de afgereden door een Limburger. Lekker. Ik mis Smash. Ja, maar ja, als je gewoon die auto goed had gereden, achter mij was gebleven, dan was je gewoon voor Sidham gaan. Ja, als. Toen spinnen! Dankjewel! 8 maanden! Appreciate the support, ouwe.
Come take a lot to take me away from you. There's up another 100 men on all could ever do. I'll just race down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Goede avond iedereen. Joris, dankjewel. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Komt door dat zingen, denk ik. Alvis, dit is echt teamorders, man. Ik ga echt veel harder dan jij. Ga maar links. Dat was een geintje. Nee, ik kan dat niet aanhouden, actor cheat, denk ik. Oké. Krijgt op de limiet met de setup. En ik heb ook nog 10 seconden van de... Ja, ik zag het, ja. ...gevalletje, ja. Dus het maakt niet uit. Nou, je krijgt van mij nu een gratis DRS, dus... Ivo, dank je wel voor je resub, jongen. Kom wel weer wat langzaam dichterbij. Oh, het verschrikkelijkste hieraan is dat ik nu weer op van die Warn SOS moet rijden. Dat is echt verschrikkelijk. En de pet geweest was. Ja, nee, ik heb gepeerd en toen heeft hij blijkbaar dacht hierna. We doen gewoon de SOS eronder, want dat is wat ik besloten heb. Overruled bij de pitcrew. Ja, de pitcrew dacht, nee, denk het niet. Ik fuck jou, laat. Maar Niels, je kunt die on the fly toch nog veranderen? Ja, of, maar ik weet... Maar hij wist het niet. Maar ik had voor de race gewoon... Ik had voor de race dat ik soft medium medium ingesteld. Of nou ja, dat was gewoon standaard zo. En dat dacht ik, nou prima. En nu gooit hij gewoon ineens de soft rond. Terwijl ik dat gewoon helemaal niet door had. Misschien dat je de strategy change gedaan. Ik weet niet, misschien dat ik per ongeluk geswitcht heb naar een tire. Maar ik geloof het niet. Maar... Oké, okay, ik ben hem wel aan het inhalen voor je, Alvest. Ja, prima. Komt nu heel dichtbij. Ja, hij verliest veel tijd in de eerste sector. Wat een teamwork. We spelen elkaar de data door en zo. Ja, maar deze pitcrew is loyal to Smash, en als Smash erbij zijn, dan hebben ze een soort werkweiging, volgens mij. Ik
ik uit volgende bocht hoor dan. Ik ben levensgevaarlijk in bocht 1. Oh, oh, daar gaan we. Oh, hij maakt een klein remfoutje. Druk, hè, die druk. Hou maar lekker de tractor op, Koos. Kan ik nog wegrijden van jullie? Ja, ik doe mijn best. Ik ga echt net rond jullie uitkomen nu. Op zich werkt het dan nog helemaal niet zo verkeerd. Ja, maar ik moest wel echt, daarvoor moest ik wel echt goede pace rijden, want ik moest echt gewoon op de limiet in al die eerste paar rondjes op de soft echt super snelle rondjes rijden, want anders werkt het gewoon niet. Blijkbaar heeft het team wel vertrouwen in je dat je die pace kan rijden. Ik heb echt zoveel geluk gehad met die virtual safety car en put. En toen je mij eraf beukte? Ik liet je genoeg ruimte. Zo, wat gebeurt daar allemaal, joh? Ja, ik probeerde de buitenkant maar. Oh, een vleugel. Ik zag een vleugel vliegen bij jullie. Ja, oh, dat echt? Ja, daar ging een stukje van je grond erin komen. Zo'n outlet zijn we gestort. Ja, dat was een outlet. Hij merkt wel dat langzaam het beste van de mediums ook af begint te gaan. Nee, ja, ik heb een nieuwe. Oh. Ik had zoveel meer tractie daar, maar ik kon niet doorzetten. Zo. Daar gingen we allebei. Kreeg je die auto bij jou ook van showstopper dan? Ja, ik denk dat ligt hier aan. Oh, ik rij helemaal niet achter jullie. Nee, maar bij mij glis je ongeveer soms 10 seconden voor me, dan glis je voor mij ofzo. Oké. Ja, ik weet niet wat ik raak. Volgens mij heb ik toch wel schade hoor. Ik merk het inderdaad wel. Ja, ze wing hem natuurlijk merken, dat is wel heel veel. Ja. Rij ik achter je? Ja. Oké. Net voor me. Er zit gewoon een glitch in ofzo. Op een of andere manier registreert je hier soms dubbel ofzo. Alleen dan 10, 5 minuten om achter. In de bochten, Koos. Zeg je? Je verliest veel snaar in de bochten. Ja. Dat is toch die wing damage. Dat is vanavond nog eens faster, denk ik. Gaal, denk ik. Oh. Alsjeblieft. Ik kan ze echt niet meer maken. Ja, nee. Helaas. Net te veel risico genomen, want ik had Cheetah echt gewoon in de mangel. Maar slow corners doet hij echt helemaal niet niks. Niks meer. Moeten nog te veel rondes om te pitten. Nou, je moet voor haar schellen, dat haal je wel op deze baan. Met die bandjes. Ik weet alleen niet of hij te hard zal rijden.
Nee, dat wil je niet, maar... Maar ik weet niet hoeveel tijd je verliest. Maar haal ze hem echt kut op deze baan, man. Oh, sorry Alvis. Was geen, was niet Rak. Oh, ik hoorde iets. Oh, nee, okay. Was niet Rak. Tijdje voor de rechtstuk. Weet man, hier bij mijn auto hoorde je echt tok. Thanks. Oh, mijn auto wil niet meer, jongens. Maar dat je door hebt, jongens. Het is wel gek. Krijg je bij Wing and Plate, krijg je dan niet automatisch een melding? Niet dat is heel mooi. Maar moet dat scherm wel een beetje bekleuren. Ja, dat gebeurt bij mij niet. Ik weet het niet wel. Wat fucking knop 11 is om door die fucking MFD heen te gaan. Ah, dit. Ja. Rechts voor. Ik merk dat je veel meer grip hebt, Niels. Ja, ze zijn iets jonger met bandjes. Wel in deze bocht, denk ik. Ja, ik moet echt zorgzift als malle. Maak ik nog één keer DRS. Zit er een rondje de punten? Nee. Ik heb nog even. Ik moet pas rondje 32 of zo, denk ik. Deze niet meer vol gas pakken. Dus ik zoveel tijd.
Ik hoorde Blast iets zeggen en in één keer hoor ik. En in één keer zie ik Yellow Flag. Ja, caution, caution. Ja, wel vlak voor je. Daarvoor doe ik een bandel af. Zeg, ja, de race is redelijk, maar ik denk dat die vleugel twee keer niet polis gegaan. Zal ik dat niet doen? Heel, thanks. Our gap to the car in front is 1.9 seconds. Ja, dankjewel. Nee. Wat doe je nou als je dan? Ja, ik laat Alphas voor. Oh, de bandjes zijn helemaal overhead nu. Toch aardig van je dat je toch even koos een plek teruggeeft. Ja, het heeft wel te lang geduurd. Je hebt veel te lang op lean gereden, maar eindelijk. Too soon, Koos. Nog steeds? Ja, je hebt mazzel. Ik heb schade namelijk. Ik verlies heel veel snelheid in de bochten. Ja, vooral die lange doordraaien. Is het zien. Nou, vooral elke fucking bocht. Ja, echt ja? Ja, ja blaas weer er alles vanaf. Ik heb al twee keer gehad, dus weet. Ja, ik kan nog proberen competitief te doen, maar dat gaat er niet worden. Ik ook niet hoor. Iedereen die me een beetje achter me rijdt, raad ik nog voor. Pas op de, ben je op de helft, ja? We nog 400 gaan om op de helft te komen. Thanks, Dennis. Thanks. Be aware we expect the grip levels to start falling away soon.
to shift up through the gears earlier, it may help save more fuel. Ik zit in de veiligheid van mijn koers. Waar heb je daar zwaar op je rem? Ja, er zit bij mij een showstopper voor mij. Nee, dat is geen showstopper. Jawel, maar bij mij zit er wel een showstopper voor. Dus dat is een beetje geglitcht. Dus ik heb iemand voor me rijden nu. Ja, dat klopt, maar je hebt wel uit op je rem. Nou heb ik schade. Ja, sorry, maar ik kan er niet zoveel aan doen. Want bij mijn scherm heeft nu showstopper jou ingehaald. Als je hem aanrijdt, heb je dan ook schade, zeg maar. Ja, ik denk het. Ja, ik ja, probeer het! Ja. Fuck, alsjeblieft! Ja, je gaat gelijk. Voor de $10. What the fuck? Dit is zo kut, jongen. Voor science! Ja, deze bocht is niet te redden, man. Ik kan er ook niks aan doen, helaas. Nee, weet ik. Echt verschrikkelijk. Maar ik kan er niks aan doen aan. Voor mij zijn er eigenlijk niet aan de hand. Maakt niet uit. Ik weet niet of onze teammaat er blij mee zou zijn dat je alle twee uit gisteren afgeleid. Ik heb altijd zo'n kut accent voor bij de ene bocht, hè. Dus dat ik wel te ver weg ben. Heb je ook schade dan? Nee, ik weet niet, ik ga op een of andere manier ga ik gewoon raar die bocht in. Ik ga zo de pits in en ik ga een nieuwe neus erop laten zetten, dus deze plek heb je ja, sowieso al. Ja, ik volgend rondje volgens mij. Thanks, man. Zeg het op tijd, Koos, want anders houden ze mij vast en als je dan achter mij zit en ik heb die penalty dan wordt dus uw pitstop niet gedaan. Dus ja, ik laat het je weten. Volgende ronde. Ja. Godverdomme. Ik word er gewoon door die ghost, word ik afgebeukt. Beuk hem terug! Ja, godverdomme. Dit is zo irritant. Rij me eraf. Thanks. Ja, die had ik niet eens gezien, joh.
Ik hij zegt nu deze ronde kost 16. Ja, I know. Maar ik moet echt gaan in verband met mijn neus, man. Kan jij één ronde laten pakken? Ja, dat is prima. Dan pak ik deze ronde niet. Ga nu de pits in, Alvest. Ja, ja. Dan maar zo. Doe je slim, dan krijg je nog DRS waarschijnlijk. Nou jongens, we krijgen een vliegverbod voor India vanaf maandag. Wat nu? Ah, lekker op tijd. Max Lynch, Quincy. Ja, precies. Dank u. Kom gewoon met RS, kom weer RS. Oh ja, natuurlijk, ik heb die vleugel. Oh. Ja, nerd. Dat zeg ik al 100 keer. Ik zeg dat ook letterlijk echt 500 keer, zodat we niet botsen. Weet je wel, doe gewoon rustig aan. Je komt straks toch voor me. Nee, maar ik heb wel collega's wat uit India komen. Ik moet heel veel familie daar hebben zitten. Oké. Ga er langs, ga er langs, ga er langs. Yes, dankjewel. Ben je net naar binnen geweest, coach? Ja. Ja, ik had een kapotte neus. Lekker caps. Oh, wat een genot om weer met een complete neus te rijden, man. Ik zie net die 10 seconden gaat pakken. Is goed dus wel. Ik ga ook kwijt van wel, ja. Nee, ze doen niks. Maar dan krijg je dan het einde van de race gewoon. Ik zou denk ik liever een pitstop hebben, dan kan ik proberen nog iets goed te racen. Ook reed je bijna achterna, Sinéad. Ja, zo blind rijden. Zo fijn als je die lijntje kan zien dat ik kan volgen. Oh, wat is dit een genot zeg, om weer een neus te hebben. En frisse bandjes. Dan kom ik snel dichter bij Siddo.
Thanks, Blaze. Ik moet even naar links doen. Plank. Front is 5.8 seconds. Yes, thanks, Quizzy. Currently 7 seconds between you and the car ahead.
Oh, lekker. Bitches. Wat een daad. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Hetzelfde plekje ga ik aan de kant. Yep. Dankjewel. Lekker heel. Is je nog TRS of niet? Nee, nee, was ik niet te ver voor. Nee, ik had geen TRS. Pas op mannen, kom eraan. Wie is als eerst? Tada. Kom langs de binnenkant. Ja, dank u. Aan, Dien. Zit vlak achter. Dank u, Dien. Aan. Ja, dank u. Dank u wel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Bitches. Doet hij even, hè? Zat er niks voor, jongens. Ik zet er gewoon een dikke seconde vanaf, hè? Van die tijd. Ja, ik nog wel meer. Twee vlekken kwijt. Ja, het zit er bak aan je. Ik wilde net die andere gaan zetten, sorry. Dat doen we op het rechte stuk zo meteen aan. Ik ben nog niet klaar, Smash. Ik heb een strategietje. Kun jij dadelijk de binnenkant pakken? Ja, ik pak de binnenkant wel aan. Switch op. Sorry, was nog een beetje heel erg diep. Net als shit, hè? Zo, ik moet binnen die 10 seconden van Alphas blijven. We're trailing our teammate by 13.7 seconds. Moet je wel doorrijden? Ja, dat zijn niet mijn beste bochten. Nee, dat merk ik. Ik heb tijd verlies.
Ja, ik dacht dat ik een blauwe vlag had, vandaar. Die is met show stoppen. De vuur viel bijna van de desk. Oh. Ik zie je een beetje voorbereiden. Ik zie weer die ghost. Nee, die rijdt stopt meteen van mij weer. Ik zie hem al aankomen. Tiddo, kom jij uit Sofia? Zo. Nou, ik heb een beetje een toon nodig. Maak een foutje. Maar dan, jij zegt die show stoppen koos wel, toch? Daarnet in het Amsterdam in de rode. Ja, schijnbaar zit hij dan bij mij erin of zo. Heel vreemd. Ja, heb ik ook wel gehad dat er dan een extra auto van moet rijden omdat hij een beuk was of zo. Ja. Yo, Walter, hoe is het? Zeg, Murphy's wel bij mij vandaag. Eerst de game crash en nu dit. Die man blijft ook maar sneller gaan. Heb je zin in een keer, hè? Ja. Ik reed net wat is het, 1.34.1 en toen ging hij gewoon een keer nog lager in 1.34.1. Dacht ik, ja, kut, zo. Dat kom ik er nooit. Dat is ook niet leuk. Ik zou weer doodsangst uit als ik zo meteen die ghost weer moet halen. Het is geen ghost, helaas. Toch wel knap als je iemand gewoon drie keer inhaalt, maar hij rijdt toch nog voor je. Is toch knap? Zie je er vier keer terug in. Ja, dat heb ik met Zeddo. Dat is de ervaring als teamgenoot, hè? Ja. Ik laat gewoon de ghost rijden en dan denk je dat ik het ben. Wie is de Alfa Tauri cheat effect? Ja. Super bedankt voor de donatie, ik kan niet zien hoeveel het is. In een tent begon hij te janken dat hij het koud had. Nou, dan weet ik nu al wie het is. €4,20. Doe je mee om de weg, om de giveaway, Daan. Dankjewel, Daan. Daar kun je smashen van. Dat je zo langs de Elvis. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
seconds. Hier maar langs. Yes, daar gaan. Nee, nu gaat het niet meer lukken. Kutzooi. Godver. Wat is gebeurd, joh? Ah, die ene bocht waar jij ook ging. Blaas, ik kom links voorbij. Oh, thanks. Langs rechts, dank u. Dat je daar een prachtige stuk bij. Volgende bocht is er. Ja, schiet op, schiet op. Ja, ik heb het idee dat mijn bandjes op zijn. Oh, wat? Ja, thanks voor Koendok. Oh, dan in je waar. Je stoot opeens op. Opeens voor mijn neus zo. Nee, de AI was dat. Ja, ik weet niet wat het was, maar schrok me kapot. Yo, thanks. Yep.
Zo. Wie was dat? Thanks. Ik heb te veel last van mijn been met ARM. Maar jammer, op zich ging het wel lekker toch? Ja, het ging inderdaad wel lekker. Richting plekje 8. Dat zat misschien hier lekker. Sorry, ik heb het niet. Ik had het DRS. Nee, niet echt Polish. Mijn voorvleugel eraf getikt bij Cheetah Gek. En daarvoor was ik eraf gebeukt, dus zit ook. Maar voor de rest. Voor de rest helemaal geen ongelukken, of wel? Nee, feit weinig. Mijn ongeluk, ik heb Alvis een keertje klein tikje aangedeeld. Nee. Oh ja. Nieuws en Alvis. En daarna knalde Alvis nog een keer keihard rechtdoor. Ja, maar dan raakte die niemand. Nee, gelukkig niet. Ik werd Renk afgetikt door showstopper volgens mij toen hij wegkreeg. Bam, kijk wat je weer, kracht. Ik denk dat je eraf gelegd vlak voorbij. Ja, als we de race in chat lezen, ik doe mijn best. Was dat aan het begin? Ja, bij het begin. Koendok, pas op. Ja, dan zou ik. Excuses. Ja, joh, maar. Ik kan niks aan doen, want je bleef weg. Was dat bij de eerste bol? Nee, niet de eerste, ergens bij de vierde of zo. Dan was ik het niet. Niet dan de extra showstopper. Nee, die zat er toen nog niet in. Oh. Gap to teammate ahead is 24.6 seconds. Pas vanaf ronde 13 toen had ik die game crash. Wat jammer was, maar goed. Sabotage. Zegt hij, gap ahead is 8.5 seconden. Dus kijk, ik is 11 seconden. Dus om hem te motiveren. Ja. You are the fastest man on track. We have 5
Behalve degene voor. Ja. Hé, we hebben weer een donatie. Ah, super, super tof man, dankjewel. Ik kan heel even niet zien wie het is, maar... Daan, Bel, 18. Ik zie het, Daan, Bel, 18. Dankjewel man. Ik kan niet zien hoeveel je hebt gedoneerd, maar misschien doe je mee voor de F1 2020 70 Edition. Voor de PlayStation 4 en 5. Ik zweet mij helemaal de rambam, jongens. Niet normaal. Lekker voor. Ik heb je de hele kwalificatierotjes moeten rijden om alfas bij te houden. Moet binnen die 10 seconden enige. Ik heb nog een af. Ja, hij reed 9 seconden voor me. Oké. Ja, dat klopt, Don. Het belangrijkste is, ik rijd voor 10. En dan start je nog naast mij. Had je dat al gezegd, Han? Hij hoort me niet meer, volgens mij. Jawel, maar ik hoor de chat niet heel hard. Ik zei, en dan start je nog naast mij. Ja, maar ik was eraf gezegd. Ja, I know, ik ook. Laat je op de rechter straks op de voorbij, Sinead. Yep, school. Dan hoop dat ik een ronde erachteraan kan blijven plakken. Oh, ik ben nog wel heel ver bij. Ja, mijn bandjes zijn een beetje op aan het raken dan. Ja, laat je op zacht finish dan al voorbij. Het rondje voor een 33-8. Nee, ik ben bang voor de. Ik vind die hazen best wel prima rijden. Ik heb alleen het idee dat ze een beetje langzaam zijn. Nou, volgende box in die hoop. Ja, ik heb ook dik aanstaan. Schiet je af, schiet je af. Nee, die krijgt hij na de race, Hieronymus. Ja, we hopen de rest van de race voor je acht jaar kan blijven rijden. Hoe goed zijn je banden nog? Minder dan 50%, sowieso. Ah, oké. Ah, laat het maar. Je rijdt me door op de afwijs. Welke ronde zit ze nu op? 54 nu. Ik zit achter de lichting uit. Gaat weg. Leuk hem dan. Gaat nog iemand naar binnen voor het snelste rondje? Wie zou dat nou kunnen zijn? Onze mid-race reporter Raccoon Log. Nou, Koos, ga je voor het snelste rondje, Koos? Ik ga proberen, man. Ik heb niks te verliezen. Ik heb dat ook in de pis. Godverdomme! Klootzak! Zeg dat dan! Lul! Nou, dat doe ik ook zelf mee.
Good. Ik weet trouwens ook niet of ik voor Alves blijf, maar Alves heeft 10 seconden penalty, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja, ik zit op 11,5 seconden van Alves, dus dat ga ik nooit meer redden. Nou, Koos. Nou, Koos, pure pace. Wat zeg je? Nu moet je het laten zien met je pure pace of je het niet kan halen met die snelste ronde. Ja, nu nog niet. Ik moet eerst even benzine sparen. Ik heb Alves nog achter zitten. Ik kan niet even rustig mijn bandjes opbouwen. Zit iemand mij de hele tijd te fucking bellen? Zal Daan wel zijn. Ik weet toch wel dat je dat die een string zit. Ja, misschien een slaar om. Ja, dat kan ook. Even een klootzak zijn. Ik ga nu pas tegen die Mercedes zeggen dat hij zo naar de kant moet gaan. Ik wou je DRS geven, maar het schiet niet op. Ik krijg een paarse middensector, wat wil je gewoon? Ik ga wel op mijn kant. Maar nog niet nu. Nou, ik weet niet of je überhaupt nog inhaalt als je nog gewoon een redelijke pace rijdt. Ja, echt. Je man. Start-finish. Was je nog van plan te spinnen aan of niet? Dat wil je nog wel eens doen in het laatste rondje, toch? Ja, ik hoop het. No pressure. Oh shit! Mooie overwinning. Ik kan de race niet uitrijden, of wel? Nee, ik heb geen race meer. Oh nee, kut. Ja, helemaal vergeten. Dat is kut. Ik was ook even bang dat ik nog gelept zou worden, maar dat ging nog net goed. Oh, ik was helemaal vergeten. Ja, kut, sorry. Nou, ja, dat maakt het ook niet meer uit. Met jou, kun je van de kant? Als je middensector, Niels? Ja. Kut! Ik was het vergeten! Kut! Oh, wat zuur. Oeh, dat ging niet helemaal lekker. Oh, oh lekker man! Caps. Wat doet Niels? Oké, Niels, I'm watching you. No pressure. Het gaat helemaal mis. Ik weet nu al dat ik krijg het ook nog voor elkaar om gewoon deze laatste bocht gewoon te crashen. Nee. Ben je finished? Ben je finished? Ah, nee. Dinsdag is de eerste, Helin. Dinsdag is de eerste. Hé, hey, hebben we nou geen... Ja! Yes! Oh, ik zie het ook gehouden. Netjes. Netjes al wist. Oh my god. Hij begint te huilen. ik wil geen excuus omwerpen, maar ik had in de middensector toch wel een beetje lach achterblijven. Ah, jongens, verkeerd. Dat is teamwork. Ja, teamwork makes the dream work. Oh. 44.000. So close. Niemand de penalty, jongens. Ik heb wel voor het eerst. Alves wel. Alves 10 seconden, ja. Maar niet voor dingen. Buiten de baan. Welke echo? Niemand heeft een seconde penalty. Wat was de echo dan? Heel streng. Obi-Wan has taught you well.
Nee. Ik heb 10 seconden gekregen dat ik praat dat de baan ging, maar dat is met de uitwijkmanoeuvre. Brief meneer, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Oh, Discord goeie. Echo, dat zeggen jullie nu pas, na 3 uur racen?